Dames en heren, welkom bij inmiddels de 9e uitzending van Nacho Vlogs. Ik ben vandaag met Clyde Maringo. Clyde, hoe is het met je, man? Ja, nu wat relaxed. Een beetje genieten van verlofdagen van werk. Dus ik heb ook tijd om even aan te schrijven. Fijn, man. Een tijdje geleden, man. Ja, ik ben zelf ook nu een paar weken even ertussenuit geweest. Zelf had ik het even... Het gaat goed hoor, maar lichamelijk had ik het eventjes wat minder. En bij mij werkt het net andersom. Als het bij mij met mijn lichaam even niet goed zit, zit het in mijn hoofd ook even niet goed. Dus ik heb even een tijdje eruit geknepen. En even geen interviews gedaan. Maar ik ben blij dat we nu eindelijk weer samen erachter zitten. Yes. Yes, ik had het over... Waar ik het dus vooral over wilde hebben vandaag is de eindselectie van... Oranje, van het Nederlands elftal. Welk effect, want het zal zeker wel een effect kunnen hebben op de selectieprocedure van onze Surinaamse nationale elftal. Ja. Want heel wat jongens komen natuurlijk van beide elftallen in aanmerking. Dus het topic moet gewoon zijn vandaag. Welk effect heeft de eindselectie van Nederland op de spelers die in aanmerking komen voor zowel Nederland als Suriname? Wat is jouw, hoe denk jij er zelf over? Ik denk, als ik eerlijk mag zijn, ik denk er vrij weinig over. Omdat, kijk, Nederlands elftal is een Nederlands elftal. En natuurlijk, er wonen Surinamers in Nederland sinds het geschiedenis kan reiken. Er is altijd een bewijsdrang geweest om voor Nederland uit te komen. Misschien tegen beter weten in, omdat er geen sprake was van diasporenspelers bij... Het Nacho elftal of het Surinaams elftal. Nu is het wel sprake van. Die optie is open en ik ben er ook blij mee dat Dien Goré dat charme offensief heeft ingezet. Sinds het ook via de FIFA mogelijk was. Maar ik ben nu minder gaan kijken naar wie erg graag wil uitkomen voor het Nederlands elftal. En als zij niet uitkomen, dat zij mogelijk voor het Surinaams elftal... willen uitkomen. En dat komt een beetje neer op de twee interviews wat ik heb gezien bij, van Brian Tevreden bij de Lucky D Show, als ik dat mag noemen. Ja. En hij heeft bepaalde dingen gezegd waar ik toch meer tot realisatie ben gekomen dat ik dingen anders ben gaan kijken dan hoe hij het noemt, de wishful thinking. Hoe ben jij nu aan het bekijken? Ik wil gaan bekijken. Brian heeft een heel belangrijk punt gezet. Het was in de interview waar ze gingen voorbereiden tegen de oefenwedstrijd tegen Thailand. Dat hij expliciet zei van hij heeft met spelers gesproken. De spelers hebben aangegeven geen binding te hebben met Suriname. Ik denk van die aspect vind ik veel belangrijker dan spelers die bijvoorbeeld niet voor Nederland in aanmerking komen, dat ze misschien wel voor Suriname in aanmerking kunnen komen. Want dan krijg je het aspect, hebben ze dan binding? Je kent de term, er zijn je hebt profvoetballers die spelen met hun hart, je hebt profvoetballers die spelen met voor het brood. En als je kijkt naar nationaal belang, dan heb je ook tuurlijk heb je goede spelers nodig die iets kunnen beslissen. Maar in het proces waar we zijn, heb je toch spelers nodig die kunnen spelen met hun hart. En als een manager of iemand, een spokesperson van een tevreden groep aangeeft, met meerdere spelers te hebben gesproken die hebben aangegeven geen binding te hebben met Suriname, dan moet je daar wel een beetje wakker van worden. Dus vandaar dat ik zeg, naar het Nederlands WK-selectie kijk ik niet zo sterk naar in verband met het Surinaam zelf, toch? Ik kijk puur naar de criteria van het binden, zeg maar. Als je begrijpt. Ja. Ik begrijp het volledig, inderdaad. Er zijn inderdaad heel wat jongens die zeggen geen binding te hebben. Welke namen, welke jongens dat zijn, ja, dat kan ik niet zo 1, 2, 3 noemen. Maar ik denk inderdaad dat we wel af zouden moeten stappen van het wishful thinking. Want dan krijg je je kan de mooiste opstellingen maken, de mooiste lijsten kan je eigenlijk maken. Maar dat geeft ons hoop. Maar die hoop, ja, deze hoop doet nog niet leven in ieder geval. Wel zijn er jongens die, als je naar de eindselectie
toch met de schijn oog kijkt naar de eindselectie van Oranje, dat er heel wat jongens zijn die toch wel anders kunnen gaan denken van hey, eigenlijk zijn er spelers van een bepaalde kwaliteit die erbij hadden kunnen zijn, die zitten er niet bij. Dus het kan heel wat jongens toch wel aan het denken zetten. Ja. Ja, dat zeker wel. Maar als je kijkt naar de U20 en vooral, ik ben wiens naam is ontgaan, maar die jonge speler van AZ. Ja, daar straalde echt gewoon. Er was een interview bij Jong AZ, denk ik, of AZ TV, waar hij, weet je, zijn ervaring deelde gewoon van het toernooi. Als het was het Honduras, als het goed was? Ja, je bedoelt Gerald, die Ja, buitenspeler. ja. Ja. En daar zag je echt een bepaald, weet je, het was heel inspirerend hoe hij sprak, weet je, dat hij blij mocht, dat hij gewoon blij was om deel uit te maken van zo'n ervaring, zeg maar. Natuurlijk vielen de wedstrijden tegen, maar het mocht de beleving van hem niet drukken, zeg maar. En tuurlijk moet je altijd de speler de ruimte geven om van verandering te kunnen denken. Natuurlijk, die moet er zijn. Maar ik denk dat je ook in het proces waar Nacho nu is, vooral met de Gold Cup die aankomt, en de aankomende WK-window waar misschien Suriname meer kans heeft voor deelname, moet je denk ik wel spelers naar je toe trekken die volmondig ja willen zeggen. Weet je, tuurlijk heb je sterspelers nodig in een selectie, maar je kan ook bijvoorbeeld bepaalde spelers die juist met hun hart spelen, dat je echt een selectie hebt die ervoor de bereidheid wilt hebben, zeg maar. En daar kijk ik ook naar. Ja, ik wil niet de twee namen Bekker en Chéri halen, want ik ken hun persoonlijke situatie niet. Maar ik kan meer tellen waar zij niet aanwezig waren dan de wedstrijden waar ze wel aanwezig waren. En de laatste wedstrijd was Thailand. En daar was Bekker zelfs niet bij. Inderdaad, inderdaad. En, er zijn wat vaker ook wel spelers van naam, ook die volgen de wedstrijd natuurlijk ook van Suriname. Om een naam te noemen, ik was zelf bijvoorbeeld aanwezig bij de wedstrijd in Almere City, stadion van Suriname tegen Nicaragua. En daar zag ik in het publiek, zag ik bijvoorbeeld Milan van Ewijk. Draait een heel goed seizoen bij Heerenveen, heeft ook Surinaamse roots. Ik zag heel even een interactie tussen hem en de keeperstrainer van het nationale elftal van Suriname, Randy Sanchez. En die vroeg hem nog van, hey, heb je nou gekozen? Heb je voor ons gekozen of niet? Dus ik weet hij deed er een beetje lacherig over. Dus ja, in principe, hij kan voor beide elftallen, zou je kunnen. Hij kan een keuze maken. En het is leuk dat die jongens, je ziet wel dat ze elkaar steunen. Maar ja, Milan van Ewijk, weet je, hij is nog maar 22 jaar, speelt bij Heerenveen. Als je dan kijkt naar zijn positie, rechtsback vooral, in het Nederlands elftal, hij komt echt zeker wel achter Dumfries voor één, twee plekken. Ja, hij kan de tweede of de derde rechtsback, zou hij zo kunnen worden. Dus ik zie een speler van dat kaliber nog niet zo snel voor het nationale elftal van Suriname kiezen. Dus ik denk dat het ook niet veel zin heeft, inderdaad, om te gaan hopen op dat soort spelers. Maar vooral gaan hopen op de spelers zoals Gerald, die je net aanhaalde, die echt graag willen, die het een hele ervaring vinden, die met hun hart kiezen. En die jongens moeten we echt op handen gaan dragen. Ja, en ik denk wat heel belangrijk is, is bijvoorbeeld, kijk, dat een Van Ewijk juist bij zo'n oefenwedstrijd was in Nederland, is een heel sterk campagneoffensief om juist profspelers die nog in het Nederlandse competitie voetballen, gewoon als toeschouwers uitnodigen. Desnoods zijn ze een beetje een VIP op de bestuurspodium of publiek, zeg maar, of hoe je die kant wil noemen waar alle bestuursleden zitten. Dat je ze daar gewoon uitnodigt, puur voor de beleving ervan. Want je moet het ook een beetje de talk of the town maken, dat bijvoorbeeld dat een Nacho gewoon oefencampagnes kan spelen in Nederland. Zodat je dat soort spelers juist dichtbij of langs de zijlijn hebt. Dat je gewoon in een gesprek kan gaan met. Niet dat je zegt, hé, hey, kom je voor Suriname spelen. Maar dat ze het gewoon van dichtbij zien. Dan alleen op tv. Dus. Dat er twee oefencampagnes waren binnen Nederland, vond ik iets heel goed. Puur om spelers ook gewoon wakker te maken dat het gewoon kan leven, zeg maar. Ik hoop dat het in de toekomst meer dit soort constructies mogelijk zal zijn. Maar ik kijk niet meer naar, ja, om echt een direct antwoord te geven.
Ik kijk niet meer wie elke speler potentieel zou zijn voor het Nederlands elftal. Ik kijk naar spelers die open zou staan voor. Ik wil voor Nacho komen spelen. Want Brian zei ook in een interview. In mijn tijd dat hij. Of ja, ik quote hem even. In mijn tijd dat ik speelde, waren veel spelers die wilden uitkomen voor Suriname. Maar het was niet mogelijk. En ik denk dat dat het wortel moet zijn om tot bloei te komen voor spelers die dan in aanmerking. Of willen komen gewoon. Niet in aanmerking, gewoon willen komen. Dat heb je heel mooi gezegd en dat is zeker het uitgangspunt waar we aan vast moeten houden. En dan kunnen we, denk ik, stappen vooruit maken. Want inderdaad, wat je net zegt, spelers als Becker en Sherry, we kennen de redenen niet, we kennen hun achtergrond niet. Maar die schitteren vaker van afwezigheid dan dat ze aanwezig zijn. En je wil ze maar graag in actie zien. Je wil ze maar graag in dat shirt zien schitteren. We hebben het al een paar keer van kunnen proeven en het vraagt om meer. Maar het komt maar niet van de grond. En ze zullen hun redenen daarvoor hebben, maar het houdt ons vast, het houdt ons tegen. We komen niet vooruit. En laten we dan hopen dat het is nog volop in onderhandeling dat de bondscoach Winter, interim bondscoach momenteel nog, of hij de vaste bondscoach zal worden. Maar mocht hij dat wel worden, dan hoop ik dat we dan inderdaad daarvan af gaan stappen. En Ja. ik denk het wel, als ik kijk naar het carrièreverloop en hoe de bondscoach, in ieder geval, hoe Winter in ieder geval een beetje in elkaar zit, dan denk ik wel dat hij zeker wel ook door wil. En met zulke spelers, ja, hoe je het ook draait of keert, wat de reden ook mocht zijn, nogmaals, je kan niet door. Nee. Dus ja. En ik denk wel van wat belangrijk is, ik denk dat ja, Brian is zijn ervaringsman in binnen dat wereldje van voetbal. Kijk, wat gewoon belangrijk is, vooral voor de aankomende Gold Cup, als we kwalificeren, want daar is ook een grote oog, afhankelijk van de wedstrijd tegen Mexico thuis, is wat voor 22 namen of 23 namen ga je moeten hebben om juist die Gold Cup pool door te komen of aanspraken te kunnen maken om door te komen. Vooral met het wisselbeleid, de ontwikkeling van de lokale spelers. Maar ook gewoon dat zo'n Gerald qua opleiding doorstappen gaat maken. Weet je, wetende dat er een lens is van het herenelftal nu. Van oké, we volgen je, maar wat is zijn je stappenplan? Net als een dakriet. Weet je, dat ze ook het besef hebben van hé, ik moet desnoods een eerste divisieniveau halen. Of dat ik bij de eerste elftal, het hoofdelftal, in aanmerking kom. Zodat we juist ook op de Gold Cup voor volgend jaar, maar zeker voor de WK-deelnames, want dat gaat ook moeilijker zijn. We gaan ook in Canada misschien treffen, of in Mexico, of ja, als we geluk hebben in Costa Rica. Dat we goed voor de dag komen met een voltallig selectie. Want je kan drie goede spelers hebben, maar als iedereen afzegt van de beste sterspelers en je zit dan weer met een mager selectie, ja, dan gaan we weer die discussie hebben wat we de afgelopen jaren. Of afgelopen jaren, de afgelopen maanden hebben gevoerd op verschillende Surinaamse media outlets. En ik denk dat we nu moeten afstappen van wie zegt volmondig ja met zijn hart, zodat we kunnen kijken van oké, we hebben een volwaardige selectie dat kans kan maken om door te komen in bepaalde stages, zeg maar, van Ja, kwalificatie. inderdaad. En ja, het is al bekend dat er een behoorlijke aanwas onderweg is. Het zijn dus ruim 10 tot 11 spelers die hebben hun paspoort aangevraagd of zijn die nog aan het aanvragen. Welke spelers dat zijn, is nog niet bekend. Daar zijn we allemaal natuurlijk benieuwd naar. Maar laat het duidelijk zijn dat de spelers die er momenteel al zijn, dat die ook hun niveau gaan moeten opkrikken. Dat die ook ja, vaak bij een club zouden moeten spelen of op een hoger niveau actief zouden moeten zijn. Je noemt zojuist al Dakriet, die speelt nog niet bijvoorbeeld op KKD-niveau of zit nog niet in het eerste elftal van zijn club. Dat soort spelers, die zijn, ja, we kunnen ze blijven noemen, maar ook de spelers zouden stappen moeten gaan zetten. De spelers die in aanmerking komen en de spelers die er al zitten. Dus het is alleen maar goed dat er nog meer spelers inderdaad een paspoort aanvragen. En dan is het gewoon een kwestie van tijd en afwachten, want we gaan zien dat het niveau zeker wel langzaam maar zeker omhoog zal gaan. Ja, en het is mooi om te zien dat bijvoorbeeld dat er een vervolg komt aan de vorm die Gorre heeft achtergelaten. Maar ik denk dat we. Kijk, want iedereen praat over. Ja, niet iedereen. Ik hoor vaak het WK-deelname.
Maar ik kijk echt niet naar WK. Ik vind de WK, misschien ben ik dan de rare Suriname, maar ik vind de WK-deelname niet belangrijk. Ik wil eerst de prins zijn of de potentiële prins zijn van een World Cup. Dan dat je zegt, een Trinidad en Tobago die ooit aan een WK-deelname. Ja, dat kan Suriname die label ook gaan krijgen. Dan heb ik liever dat. Wees eerst een van de potentiële prinsen van de Gold Cup of het CONCACAF. Ja, we zitten in de CONCACAF, toch? Als ik het goed heb. Ja, klopt. Ja, CONCACAF, ja, sorry. Dit is er maar even ontgaan. Ik wil eerst dat wij gewoon goede angstgaters zijn in de CONCACAF en de prins van de Gold Cup. Dan dat we echt. Want dat zeggen analisten hier ook. Als je naar een profclub gaat in Engeland, Spanje of whatever, ja, als je zomaar even een contract tekent en ze zeggen, ja, wie ben jij? Ja, dan kom je anders de kleedkamer binnen dan bijvoorbeeld iemand van, ja, maar ik heb dus gezorgd dat mijn club de landskampioen heeft binnengehaald. Weet je, dat is anders binnenkomen. Dus ik zie dat, metaforisch pak ik het ook zo van, ja, wie is Suriname? Ja, Suriname is een van de beste vier die altijd bij de Gold Cup terechtkwam. En ze hebben Mexico en Amerika het heel moeilijk gemaakt. Je komt anders het WK binnen. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dus inderdaad, het is wel heel mooi om te praten over een WK. Maar ja, het is nog niet aan de orde. Kijk, 2026 is nog ver, maar ook weer heel dichtbij. En ook dichtbij in de zin van, we weten al dat er bepaalde landen al rechtstreeks zijn gekwalificeerd. Maar we hebben nog zoveel stappen die we moeten gaan maken. Dus laten we eerst gaan focussen op die stappen die we moeten maken. En dat alles wat daarbij, daarbovenop kan komen, is mooi meegenomen. Dus daar sluit ik me volledig bij aan. Ja, en ik denk dat het een logisch vervolg is als je gewoon bij de CONCACAF-toernooien gewoon je strepen of je stempel zet, dat een WK-deelname meer logischer is, omdat je dan door de processen ben heen gegaan van bepaalde spanningen, bepaalde druk, bepaalde prestaties om voor prijzen te kunnen spelen wat de CONCACAF biedt. Ja, inderdaad. Dus nee, dus laten we hopen dat, ja, dat de mensen het met ons eens zijn. Dat we moeten eigenlijk afstappen van de wishful thinking lijsten. Want ja, nogmaals, we kunnen de mooiste en de meest lange lijsten maken over spelers die in aanmerking komen voor zowel Nederland of tenminste Suriname en meerdere landen. Maar laten we gewoon kijken naar de spelers die heel graag willen, die met hun hart kiezen en die het gewoon een prachtige ervaring vinden. En daarmee kunnen we inderdaad wel de stappen gaan maken. Hey Clyde, we moeten eigenlijk wel gaan afsluiten. Heb je nog iets om aan te vullen voordat we gaan afsluiten? Ik ben benieuwd naar de 10 namen. Ik ben gewoon benieuwd naar de 10 namen. Dat zijn 10 spelers meer. Dat betekent dat je wisselbeleid kwalitatief ook omhoog gaat als je een bepaalde wedstrijden speelt. Dus ik ben benieuwd. Ik ben ook heel erg benieuwd. We gaan het afwachten, we gaan het zien. Kwestie van tijd nogmaals, 10 tot 11 namen heb ik begrepen. Welke namen dat zijn, is nog niet bekend. Laten we met z'n allen afwachten. Hou onze vlogs in de gaten. Onze website ook, nachoblogs.com. Hey Clyde, we laten niet meer zo lang op elkaar wachten. We gaan wat vaker en wat sneller afspreken. Video's, vloggen. Het was gezellig om je weer erbij te hebben. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op het kanaal. Nogmaals, de website nachoblogs.com. En bedankt voor het kijken. Hey Clyde, bedankt voor het aanschuiven en we spreken snel. Later. Tot snel.